Vandaag AHA Voermans. Kunstenaar, uitvinder, grappenmaker, paradijsvogel. Wat of wie is Guus Voermans? Dat gaan we vandaag uitvinden in Het Portret. Gaat u mee? Rust om wat vragen te beantwoorden, want jij bent niet iemand die goed stil kan zitten, geloof ik, hè? Nee, ik kan niet goed stil zitten, dat is jammer. Maar dat geeft niks, jij gaat gewoon lekker door met waar je mee bezig bent. En mijn eerste vraag is, wie of wat is Guus Voermans nu? Wat ben je eigenlijk? Ik ben een uitvinder en ik ben een kunstenaar, dus. Dat is een ideale combinatie. Uitvinder en kunstenaar. Mm-hmm. Ik las laatst dat jij zei van ik heb het Willy Wortel syndroom, maar ik heb er geen last van. Wat houdt dat nou in? Dat is gewoon een heel goed gevoel. Dus daar kun je gewoon, daar kun je heel lang op opteren, mm-hmm. op dat gevoel. Want dan start, je begint 's morgens al met denken en zaken te overzien en je begint het een beetje te pruttelen. Ja. En dat vind ik heerlijk. En ik ben ontzettend handig, dus dan kan ik mijn handjes weer laten bewegen. Ja. Hoe ben je nou eigenlijk uitvinder geworden? Ja, eerst moet je het zijn. Dan moet je het worden en dan moet je zien te blijven. En dat worden, dat doe je dus door de nieuwsgierigheid van de techniek. Dat loop je in je kinderjaren op. Mijn vader was koperslager en hij had een werkplaats. En ja, alles wat daar afspeelde, dat heb ik in mijn kinderjaren op mijn harde schijf opgeslagen. En dat komt er nou allemaal uitgeprutteld. Ja, want wat is hier mis? Nou, dit ding dat heb ik dus in het begin van dit jaar gemaakt. En hij draait hartstikke goed. Er is al een motortje kapot gegaan, dat weet je dan. Dat is niet goed. En dan op een gegeven moment, dan heb je het goede motortje en dan doet dit het niet. Zo langzamerhand vallen al die kinderziektes. Zoals je hebt een baby, die moet leren lopen. En dat zijn de kinderziektes, die moeten eruit. Hup, dat ding moet draaien. En dan laat het maar kapot gaan. Kijk, techniek is meedogenloos, want die houdt helemaal geen rekening met jouw goede bedoelingen. Je moet het gewoon goed maken. Maar het moet altijd technisch zijn bij jou, hè? Elk ding wat je maakt, ja, maar dat is logisch, moet ook bewegen of moet iets doen. Bewegen is leven. Mm-hmm. Is toch? Ja, dat zeker. Hè? Alles wat niet beweegt. Steen, ja, misschien leeft een steen, ik weet niet, maar ik heb hem nog nooit zien bewegen. Maar misschien beweegt hij in de lange tijd, in eeuwen. Dat is zo'n trage beweging die wij niet kunnen. Maar daar kan ik niet op zitten wachten. Maar wat heb je nou van tevoren gedaan, voordat je echt je definitief vestigde in dit atelier en echt kon zeggen van nou, ik ben kunstenaar en uitvinder. Dat is toch al wat anders aan vooraf gegaan, hè? Het is een hele loopbaan van academie en een eigen bedrijf en failliet en uitvindingen voor derden. Ik heb wel altijd de krent uit de pap gegeten. Noem eens iets leuks wat je uitgevonden hebt voordat je hier in je atelier zat. Even kijken, ja. Dat was een bakkerijmachine. Dat dingetje, die machine die was eigenlijk al 100 jaar oud. Mm-hmm. En ik kende heel dat, ik wist wel hoe een brood gebakken werd, maar op een gegeven moment, dan stap je daar vers in. En dan blijkt dat je aan een machine die al 100 jaar, in principe al 100 jaar oud is, dat je daar nog iets aan kunt verbeteren. Dat heeft nooit iemand gezien. En dan plots ben ik degene die dat ontdekt. En wat heb je eraan verbeterd? Een paar ribbeltjes die heb ik aangebracht in een goot. Waar het deeg langs gemanoeuvreerd wordt om een mooi op spanning te krijgen. En ik denk, als ik daar nou horizontale ribbeltjes in doe, dus zelfs als ik de wenteltrap oploop en ik loop met mijn zijkant langs een geribbelde muur, dan word ik helemaal gemasseerd, terwijl ik hem boven loop. En die ribbels lopen allemaal horizontaal. Kun je je voorstellen? In een wenteltrap, je loopt naar boven, de muur is geribbeld en je loopt met je rug tegen de muur aan, dan word je zo helemaal gemasseerd. En dat principe heb ik toegepast in de machine.
En dat was gewoon, dus, voor bepaalde degen was het een perfecte oplossing. Wat gebeurt er dan met zo'n deeg? Ja, net zoals de bakker, die moet dat opbollen, dat doet hij met zijn handen. Kijk, om zo'n bakker te imiteren, hè, dus om een robot te maken, wat die handen doen, heb je een ander apparaat nodig. Nou, dat apparaat bestond, maar die ribbeltjes zaten er niet in. Ja. Jij kruipt dan als het ware in het deeg? Ik ben dan een deegbolletje, ja. 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 Doe je dat met al je uitvindingen? Ja, ja, ja. Je kruipt er echt in? Je moet er helemaal in duiken. Ja. Wat is hier nu kapot? Wat moet dit worden? Dit is een vogel. Mm-hmm. En die wordt aangedreven door een motortje. En dat motortje hangt een beetje los. Ik hang die motortje zelf een beetje los, want het is altijd wel leuk. Dan hebben ze wat speling, hè? Ja. En als dat beweegt, en hier zitten stroomdraadjes aan. En dat stond al een paar maanden te draaien. En is die hier afgebroken. Dus ik heb er nou een soepele draad aan gebracht. Mm-hmm. Dus het moet er nou weer kunnen. Dus ik kan hem gaan verbinden. En hoe kom je er nou bij om zo'n vogel te maken? Ja. Is dat een opdracht? Komt het uit jezelf? Nee, zie je een kans. Je ziet gewoon een paar dingetjes. En het blijkt dan ineens een snavel te zijn. Twee strijkijzers. Ja, ja. Ja, en dat... Dat is dit, hè? Ja, dat zijn deze. Lekker zo. Oké, hier heb je hem. En dit is volgens mij van een tap. Ja. Even kijken. Gebruik je altijd afvalmateriaal? Nou, ja, die kun je eigenlijk geen afval meer noemen, hè. Dat zijn... Kijk, er zijn twee strijkijzers. En als je die dan zo monteert, dan heb je hem. Ik zie dat je allerlei materialen ook gebruikt om dingen te bevestigen. Dit soort labeltjes en je hebt daar kasten vol nog met van alles. Hoe kom je allemaal aan die dingen? La Poubelle, dus een hoofdleverancier. Stichting Happy Days, chef Jansen, zijn slopertje, gewerkt. Daar heb ik alles, die komt halen en brengen. Want ik heb natuurlijk, ik produceer natuurlijk ook weer afval. Hè. Ja. Ik kan niet alles gebruiken. Ik haal de parels uit de oesters. De oesters donder ik weg. Die schelp heb ik genoeg. Ik moet de pareltjes hebben. En die komen dan weer in een afvalbak. Uh-huh. En dan halen ze het op. Ja. En kijk je ook altijd om je heen naar materiaal wat je kunt gebruiken? Ja. Ik weet al wat er over een paar jaar op de sloop ligt. Dat zal wat nauw in de winkel liggen. Uh-huh. Ik bedoel, dat staat er gewoon aan te komen. Ik weet al wat er volgend jaar aanspoelt op het strand. En wat gaat er aanspoelen en wat kun je gebruiken? De stepjes, de inline skates, straks weet ik veel, alle televisies, want dan heeft hij het breekbeeld. Je kent maar, hè, die consumentenelektronica, dat verandert zo snel. En heb je al ideeën wat je daarmee gaat doen? Nee. Zo, Guus, die doet het weer. Godverdorie nou, ja. Ben je helemaal gelukkig, hè? Ja, nou. Hij moet het gewoon doen en het is een beetje jammer dat... Maar ja, het kan beter in mijn atelier gebeuren dan bij degene die hem koopt. Ja. Snap je? Wordt er veel, of verkoop je veel van de dingen die je maakt? Nou, ik maak niet zoveel, dus ik kan ook niet veel verkopen. Ik maak af en toe zo... Kijk, dit hier zit je toch al een maand of twee jaar, weet je wel. Ja. En alles bij elkaar door de tijd heen dan... Dan weer een dag en dan weer een uur. Dat loopt op, hoor. Mm-hmm. Maar ja, goed. Ik heb andere dingen. Ik ben heel snel. Dan maak ik weer een award. Of ik heb gisteren awards afgeleverd. Dat is tussendoor. Dan heb ik weer centen. Maar dit is, ja, dat is gewoon tijdrovende bezigheid. Ja. Dat is inderdaad de volgende vraag. Waar leef je van? Hiervan. Hier moet ik van leven. Mm-hmm. Maar ik heb geen tijd om in de kroeg te zitten. Ik heb ook geen geld voor. Ik kan geen auto rijden. Ik kan wel auto rijden, maar...
Zo'n ding dat kost hartstikke veel geld. Dan ben je gauw 800 gulden per maand kwijt. Dat is veel geld. Kun je nog meer leuke dingen laten zien? Liefst iets wat ook nog werkt. Ja, ja, ja. Ik heb daar nog Sir Dancelot. Sir Dancelot. Ja, Sir Dancelot. Kan die ook dansen? Ja, die geweldig. En ik heb er nog eentje en die kan echt dansen. Zullen we eens even gaan kijken? Heb je iets met blik? Oh, ja, blink. Als het maar blinkt, dan vind ik het goed. Dan moet je eens kijken, want dit is altijd goed van kleur. Want hier zie je al de vloer in en zo, weet je wel. Dat ding, dat past zich helemaal aan de omgeving. Ja. Kijk, en als ik een kleurtje uit moet kiezen om dit ding te verven, ja, dan zegt iemand van, ja, ik vind het kleurtje niet leuk. Kun je weer een ander kleurrobotje gaan maken? Dit past in elke ruimte, waar je ook neerzet. Het is net een chameleon, want de omgeving, als ik hier in een rode ruimte, wordt het ding rood. Ja. Ik zet hem eens aan. Doe dat. Ja. Kom je er nou bij om zoiets te laten dansen? Ja. Ja, er ontstaat. Je krijgt het niet bedacht in ieder geval. Mm-hmm. Dit kun je niet bedenken. Kun je ook niet op een papier zetten of zo. Dan moet je zo'n motortje beet pakken. Ja, dat begint ook weer met iets, weet je wel. Dat is die kop. En die kop met die schouders, dat ik hem zo kan laten bewegen. Dat was mijn eerste uitvinding. Hè? Zo'n kopje laten bewegen zonder dat er verder zou kunnen. En één motortje. Mm-hmm. En er zit gevoel in, want als ik... Hij is zo lief. Hij heeft een alleraardig kontje ook. Ja. Zie je? Zo, Guus, dit is weer een heel ander verhaal, hè? Ja. Dit heb je gemaakt in Rotterdam voor een project. Vertel eens. Nou, wat voor project en hoe kom je? Ik had dit ding al. Mm-hmm. Tenminste het concept en ik had die dingen gemaakt, fietsje, het werkte. En toen kwam Dave Winter van Sanford en zo uit Rotterdam, een project voor daklozen. Ja. En die wou een product hebben die daklozen kon maken. En toen wees ik me op dit product. Ik zeg ja, dit is hard. Het gebruikt worden natuurlijk. Ja, de eerste, je kunt het als een ter vervaardiging, ze kunnen dingen maken en ze kunnen ze exporteren. Ze kunnen op festivals rondrijden en de vuilnis ophalen. Dat is natuurlijk voor die mensen, dubbel en dwars, een hartstikke leuke attractie. Er wordt naar die mensen gelachen. Mm-hmm. Er wordt helemaal niet vriendelijk gekeken naar een junk. Ja, ja. Een straatkant, die loop je al met een grote boog omheen als er iemand op afkomt om aan je te verkopen. En dit is, is weer iets. Dus je bent met dit project naar Rotterdam gegaan en is het uitgevoerd daar? Ja, we hebben er 16 van gebouwd vorig jaar. En rijden deze koeien nu in Rotterdam rond? Er rijden er 10 in Rotterdam. Dus ben ik hartstikke blij. Nou, fiets jij er eens een stukje op. Fietst u me aan, meneer. Ja, ik zal eventjes keren. Nou, volgens mij is het ook heel erg leuk om erop te fietsen. Ja, het is een fun aspect zit eraan, hè? Ja. Ja, nou, werkt allemaal? Ja, maar in Rotterdam dachten ze dat het een constructiefout was. Die hebben alles vastgelast. Oh, jee. Is echt onvoorstelbaar. Maar bijvoorbeeld zo'n koeienkop, heb je die nou zelf gemaakt? Ja. Of, ja? Ja, die heb ik zelf gemaakt. En, met een mal of zo? Ja, van was. En daarna een mal van gemaakt. En daar in Rotterdam hebben ze daar kopieën van gemaakt. Mm-hmm. En die spatbordjes en zo. Dat is van een lampenkapje. Ja, ja. Heb ik eerst van een lamp. Oké, zit los. En toen gespoten. Ja, dat werkt helemaal, hè. Ah, fijn, en de kliko's bestonden ook al. Ja. Geweldig, waarom rijden die dingen nog niet in Tilburg rond? Ja, dat weet ik ook niet. Het had gekund. Het kan nog. Ik bedoel, ik heb er 5 in de verhuur. Dus ja, wanneer het is, kan er komen. Nou, dit tafeltje kent misschien menigeen van de publieke ruimte bij de raadzaal. Maar jij wil nog meer laten zien, hè? Ja. Wat? Boven heb ik nog wel een paar leuke dingetjes. Mijn tafel, onder andere mijn bureau. Mm-hmm. En dat is een beetje mijn administratieve ruimte. En daar overnacht ik ook zo nu en dan, hè. Wel eens barre tijden. En als ik dus van de top van de berg niet meer naar beneden kan, dan moet ik daar op die richel overnachten. Ja. Nou, laat eens zien. Kom op.
Dit is je kantoorwagen. Ja, dit is mm-hmm. de roodje. Zo. Dat is een bureau wat kan draaien. Mm-hmm. Want ik kan op mijn stoel niet naar achteren. Ik vind het wel lekker zo in de winter. Lekker achter de kachel? Ja. Dan heb je toch een comfortabele plek. En ik kan zo een beetje op de kerktoren kijken. Uh-huh. En dit ding is al heel oud. Dat ging eerst in mijn oude atelier. Ja. En ging vast. En hier heb ik hem draaibaar gemaakt. Ja, het moet een uitdaging blijven natuurlijk om hier weer tegen de muur aan te gaan. Volgens mij zag ik zoiets ook beneden in het goot staan. Wat is dit nou precies? Het is een prullenbakje. Kijk, ja. Voor op ontbijttafel kun je zo, weet je wel, je koffiecupje en heel veel. Ziet er leuk uit. Ja, dit is uiteindelijk een heel leuk product geworden. En in samenwerking met hier een bedrijf in Tilburg. Ja. En die waren gewend om gewoon vierkante dozen te maken. En moet je eens kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Het ding wordt helemaal automatisch geplakt en gelijnd. Het is een knockdown productje. Dat wil zeggen, dat komt zo binnen. Yep. Dit lichteffect had je oorspronkelijk ontworpen voor de Efteling, maar die wil niet. Waarom niet? Dit gaf een te spastisch lichteffect. Dit licht was te spastisch. Het zette delen van het decor in het licht die mensen helemaal niet mogen zien. Ah. Dus het was een leuk sprookje, maar over. En dan is dat een uitvinding van een derde. En die kan ik dan toepassen als kunsttoepassing. Nou, volgens mij, Guus, word je toch wel een beetje, of ben je toch wel eenzaam en word je af en toe een beetje gek. Want je zoekt koffertjes om mee te praten. Wat is dat nou? Ja, dit was een demonstratie. Of voor mijn fontein, mijn karaoke fontein te demonstreren bij de Efteling. Maar je kunt geen fontein in je koffer meenemen, want er wordt een grote modderpoel in het kantoor van degene die ik het wou laten zien. Ja. En dan heb ik een droog fontein bedacht en dat is dit koffer. En je moet je voorstellen dat dit een straal water is en dan doe ik zo. En meteen had ik een leuk koffertje. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat er waterstralen op de tonen omhoog gaan. Ja, komt zoiets niet in Tilburg te staan? Het zou leuk zijn dat je zo'n fontein kon bellen met je mobiel, weet je wel. En ja. dan zeg je hallo. Of zelfs van afstand bepalen. Nee, je kunt gewoon de dingen hoe harder je geelt, hoe hoger je fontein kunt laten spuiten. Ja. Guus, heb je nou iets leuks om te laten zien waar je het programma mee af kunt sluiten? Heb je lef? Dat ligt er nog wel aan. Nou, kom op, we gaan het proberen. Wat gaan we proberen? Ja, er moeten offers gebracht worden, hè? Zei Otto Lilienthal op zijn sterfbed. Dat is de eerste piloot die overleed. Je zult een offer moeten brengen. Het doet niet zeer, hè? Want ik ben nogal kleinzerig. Nee, doe niet zeer. Maar, okay. Nee, dan wat er ook moet gebeuren, dan doe ik het. Oké.